Yo mensen, welkom bij deze nieuwe aflevering. In deze aflevering laat ik jullie mijn Battlefield map zien. In Minecraft natuurlijk. En ik heb het heel lang geleden al beloofd dat ik deze video ooit zou maken. Dus hier is hij. Er komen meerdere parts, denk ik. Iets van 3, 2, 3. Maar ja, laten we gewoon meteen beginnen. Oh ja, en hier stond de cake is cool. Wow. Ik weet niet welke het is, maar volgens mij is het deze. Want ik heb een map, die heb ik een beetje bewerkt. Oh, ik zit hier. Lol. Dit is, weet ik niet zeker of dit wel de goede is. Nee, dit is nog niet de goede. Nou ja, ik gebruik hem gewoon. Kan altijd. Alleen dit is nog niks hierin. Deze map nog niet. Want ik lag een beetje, maar in een andere map was, had ik nog wat meer erbij. Alleen dit is zeg maar wat je krijgt als je de map downloadt op mijn site. De link staat wel in de beschrijving. Nou ja, naar mijn site en naar de download natuurlijk. Ik begin gewoon hier. Dit is zeg maar de spawn. Dan staat er, if you are new, go over there to fix the scoreboard. Je moet hier één keer op staan. Ik heb dat al een keer gedaan. Kijk, kun je aan de zijkant zien. Alleen, als je dat hebt gedaan, dan kun je gewoon beginnen met spelen. Deze map is nu nog voor minimaal maximaal 2 personen en minimaal 2 personen. Dus alleen voor 2 personen. De volgende map die ooit gaat komen. Ooit. Niet meteen. Kun je zeg maar instellen hoeveel spelers. Iets tot 2 of 4. Op die manier. Maar wat je doet is, je gaat, de 1 gaat hierop staan. En dan gaat hij dit omhoog. Niet. En dan, wacht, ik pak wel even een pick of zo. Oh nee. Pick zijn te klein. Oh, en kaal. Hopelijk kan dat. Ja. Nu, als ik hierop ga staan, dan start de game. En dan moet je eerst nog even klein stukje lopen. Volgens mij. Oh nee, laat maar. En dan na een paar seconden als het. Oh nee, natuurlijk. Hier moet ook nog een. Hier moet een persoon staan. Alleen die koe die wordt niet geteleporteerd. En dan ga ik hier weer op staan. Gebeurt er volgens mij iets. Als het goed is. Kom op. Oh. Wat de. Oh, volgens mij is het zo gefixt. Wow. Gebeurt er wel wat? Klopt volgens mij niet.
Wacht, volgens mij deed het zo net. Volgens mij deed het net wel wat. Ja, hier staat de koe op, dat klopt. En. Endgate of zoiets. Ja, dit is. De redstone ziet er van onderen best wel lelijk uit. Ik denk dat het nu. Misschien. Werkt het zo wel? Ach ja, boeien, dat is wel gefixt. Dat wordt wel gefixt. Alleen hier, ja, waar gaan we beginnen? Nou, gewoon bij spawn. Eerst aan deze kant. Klaar. Dit is dus zeg maar waar je spawnt als je in blauw zit. En je, ja, hierin kun je staan, maar dat had ik maar niet gedaan. Dat zie je dus zo meteen wel. Hier kun je naar onderen. Dan zit je in het riool. En dan kun je zo in één keer hier naartoe. Alleen je kunt niet hier doorheen. Je kunt hier wel bij op, maar je kunt daar er niet bij opkomen. Hier staan twee stairs. Daar is de chest. En dan kun je hier zo achter staan en snipen of zoiets. Dat zien we wel. Daar hier een stukje gras. Deze toren, dit, is zo omgevallen, zeg maar. Dus zo, dat moet het voorstellen tenminste. Hier kun je zo bij opklimmen. Omgevallen van Exploded Tower. Oké, dat zal wel. Alleen dit is volgens mij nuttig voor. Oh ja, dan kun je op de bomen komen. 1.8 is best wel vreemd met al met die leaves op een of andere manier. Vind ik vreemd. Alleen je kunt niet hier zo bovenop. Passes. Okay. Hier kun je niet zo in één keer opkomen. En daarvoor is deze toren dan weer handig. Want hier kun je zeg maar zo bij de ladder op. En nou ja, dan kun je hier weer bij de ladder op. En dan sta je hier. Wacht, we gaan even in survival. Een diamanten zwaard. Hier is zeg maar gewoon, dit is zeg maar touw, wat dan kun je niet, misschien kun je dat wel zien. Nou, ik weet niet, dat is, want dit is een kraan, hijskraan, als je dat nog niet wist. Parachute, dat kunnen we uitproberen. Nou, je gaat hierop staan, je springt naar beneden. En je krijgt geen fall damage, omdat je resistance hebt. Game mode 1. Dan gaan we weer omhoog. Oh. Het is aan de ene kant best wel cheaty. Als je hier boven aan het vechten bent en je gaat hierop staan, dan heb je, kan niemand je meer schade doen. Maar dat valt op zich wel mee. Tot de volgende video.